Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met opklaringen die van het zuiden uit steeds verder het land inkomen en dat betekent dat we wat weer betreft de goede kant op gaan. Vanavond winnen die opklaringen terrein en zien we ook in het noorden de bewolking wat breken met temperaturen van 14 of 15 graden en een matige wind uit het zuidwesten. Die wind die zwakt nog wat verder af en vannacht is het op de meeste plaatsen helder en droog met minimumtemperaturen tussen de 9 en 11 graden. Morgen is dan een dag met volop zonneschijn, wel wat sluierwolken hier en daar. Neerslag is niet aan de orde. Een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten levert hoge temperaturen. Het wordt warm, 20 tot zelfs 22 graden. En de temperatuur wint nog wat, want zaterdag kan het in het zuidoosten zelfs 24 graden worden. We beginnen de dag zonnig, daarna komt er meer bewolking en in de avond neemt de kans op buien toe van het noordwesten uit. Die buien trekken vooral in de nacht naar zondag over het land. Zondag verlaten ze geleidelijk onze regio weer en begint het ook weer op te klaren. Maar de temperatuur is wel teruggevallen naar een graad of 16. Maandag gaat de temperatuur alweer iets omhoog en keert vooral ook het zonnige weer terug. En die temperatuurstijging van maandag, ja, die zet de dagen daarna gewoon weer voort. We gaan naar waarden in de buurt van de 20 graden of zelfs hoger. En dat houdt voorlopig ook wel aan. Echt nazomerweer is in de maak, waarbij de kans op neerslag erg klein is. Die neerslagkans is er dan misschien wel, vooral laat op de zaterdag en vroeg zondag, dan een paar droge dagen. Nou ja, en later dan laat in de periode is een keer een paar millimeter vallen. Maar de onzekerheid vanaf midden volgende week is heel erg groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.